Het laatste punt bij pathos is dit punt. Het is heel, het laatste punt bij Inventio is dat je je ook in je publiek moet verdiepen. Je kunt wel stof vinden die erg bij jou past, maar je moet ook goed nadenken over of de stof past bij je publiek. En überhaupt of je de goede toon weet te treffen en dat je doorhebt voor wie je spreekt. Het knappe van Max Havelaar was ook dat hij in zijn beeldspraak, dat hij die aanpaste terwijl het gewoon een Nederlander was, maar aan de belevingswereld van de hoofden van Lebak, dat hij ook beelden gebruikte die daarbij pasten. En ja, dat hij zich inleefde in zijn publiek. Goed, kom ik bij de volgende taak, de tweede taak van de redenaar. Dat is de dispositio, ofwel het structureren van de inhoud van je stof. Je hebt dus een heleboel stof verzameld, hè, logos, ethos en pathosstof bij elkaar. Het is nog heel veel en het is nog een chaos. Dit is het moment dat je nadenkt, er moet wel een lijn in komen. Er moet een bepaalde structuur in je verhaal komen. Nou, wij weten al vanaf de lagere school dat een inleiding, een kern, een slot een heel aardige structuur is. En feitelijk heb je volgens Multatuli ook niet heel veel meer nodig. Dus overdrijf het niet. Hij heeft een parodie gemaakt op dominee Wawelaar. En die laat hij een donderpreek houden met, ik geloof, 7 of 8 onderverdelingen. En per onderverdeling nog een A, een B, een C, een D, een E. En dat gaat maar zo door. Het is echt een bouwwerk werkelijk. Nou, Multatuli sprak gerust 2,5 à 3 uur. En die had aan een paar onderverdelingen meer dan genoeg, vond hij zelf. Dus let op een structuur, maar overdrijf het niet, zegt hij. Maar voor die kern kun je misschien nog een paar dingen wel even bedenken. Allereerst, zorg dat je niet te veel hoofdpunten hebt. Een beetje teleurstellend is als je met een powerpuntje begint en zegt, dit zijn de 13 punten die ik aan de orde ga stellen. Dan denkt iedereen al van, oh nee. Dus beperk je tot 4, 5 punten, dat is meestal genoeg. En een ander punt is het Nestoriaanse principe. Nestor was een oude legeraanvoerder. En die zei, je moet je soldaten zo opstellen dat op de flanken de sterken staan en in het midden de wat minder sterken. Dan lopen die minder sterken ook wat minder snel weg, want ze zijn ingeklemd. Is het effect? En daarna maakte hij de vergelijking weer met de toespraak. Quintilianus maakte dat en die zei, als je eerst je sterke argument presenteert en de eventueel wat minder sterke of enigszins problematische argumenten in het midden en weer eindigt met een heel sterk argument, dan profiteer je van wat we in de sociale psychologie 2 effecten noemen, van primacy, namelijk dat het begin, dan zit iedereen nog een beetje open te kijken, en dat dan die eerste klap hard binnenkomt en dat die ook meteen een soort van overtuigingskracht oplevert. En op het eind, hè, last best, dat blijft het beste hangen. Ook het slotargument mag niet te slap zijn, anders gaan ze met die, ja, matige overtuigingskracht de toespraak uit. Nou, dat is ook een manier om naar je verhaal te kijken. En dat slot moet natuurlijk ook deugen. Ik zal nu een paar tips met voorbeelden geven, ook uit onze tijd ontleend, over wat je in inleiding en slot kunt doen. Allereerst, sla je inleiding nooit over. Ik zeg dat omdat ik daarvan overtuigd ben. Ook na 4 jaar studie in mijn leven. Ik heb een heel dik boek met Bas Anderweg samengeschreven. De eerste minuten. Mijn promotie ging daarover. En wij hebben het idee dat sinds de klassieken we vooral 3 dingen doen in de inleiding. Het eerste is attentum parare. De aandacht trekken. Geef het publiek reden om te luisteren. Vanaf het begin. Nou, Job Cohen, misschien kun je, je nog herinneren, stond voor een volgestroomde dam op het moment dat er iemand vermoord was. Weet jullie nog wie? Sorry? Theo van Gogh. En het was een rumoerige toestand. En hij had kunnen zeggen, dames en heren, wat fijn dat u er allemaal bent om hier na te denken over een heel moeilijk ding. Nee, hij begon met 1 zin. Er is vandaag een Amsterdammer vermoord. Nou, dat is een opening die meteen staat als een huis. Dat is meteen de kern van de zaak voorop. Kun je kiezen? Meteen attentum, hè? Aandacht.
Je kunt ook de humorstrategie van iemand van wie niet wordt gedacht dat hij erg humoristisch was, namelijk van de oud-premier Balkenende, toepassen. Balkenende opent een tentoonstelling over jeugdliteratuur in de Kunsthal in Rotterdam. En toen zijn eerste kabinet aantrad, sprak iedereen over deze onbekende Balkenende. Niemand kende hem nog. Een onbekende CDA'er die enorm leek op Harry Potter. En Balkenende die reageerde met zelfspot en hij begon zo met zijn toespraak. Wonderland, van Pietje Bel tot Harry Potter. Zo heet de tentoonstelling die vandaag hier in de Kunsthal van start gaat. Ik mag de tentoonstelling officieel openen. Een hele eer. Maar ik vraag me wel af waarom die eer aan mij toevalt. Zoveel lijk ik nu toch ook niet op Pietje Bel. Nou, op die manier, het was een cliché natuurlijk als je begint met, het is een hele eer, maar als je dan net de verwachting een beetje doorbreekt, hij had de lachers op de hand en kon fijn verder presenteren. De tweede taak is het benevolumparare. De welwillendheid van je publiek proberen te oogsten. En maak je publiek welwillend door een slim compliment. We zagen net Max Havelaar ook een compliment maken. En ook voor zichzelf zeggen dat hij nog niet zoveel wijsheid had als hij toedichtte aan zijn publiek. En ook nogmaals door meteen je betrokkenheid bij het onderwerp te tonen. Het is fijn als je als publiek weet dat hier iemand staat die echt iets vindt en voelt en weet van dat onderwerp. Dus niet een beetje koeltjes gaan beginnen, dat werkt meestal niet goed bij een toespraak. En er is nog een functie, het docilem of docilem parare. Daar zit het woord docent in, doseren. En dat betekent, stel je publiek in staat het verhaal te begrijpen, het goed te kunnen volgen. Nou, wat doe je dan doorgaans? Je zet een soort van ANWB-paddenstoel in het bos, van nog 2 kilometer naar het pannenkoekenhuis. Ja, je geeft een soort van structuur, aankondigingetje. Je geeft aan wat ze kunnen verwachten. Wat je niet moet doen volgens mij is de ingenieursopening. Want ik net al zei, ik ben Jaap de Jong, ik ben ingenieur. En dit zijn de 13 punten van die schitterende techniek die ik jullie ga uitleggen. En dan op 13 punten, zo één voor één. Nee, liever maar een paar hoofdpunten, 2. Of begin met 1 of 2 vragen die je stelt aan het publiek. En ga daarna die vragen beantwoorden. Dat is vaak een goede strategie. En om het meteen even in werking te zien, krijgen we nu de inleiding van een toespraak van Steve Jobs, inderdaad van Apple, die een graduation speech heeft gehouden. Dat is een afstudeerspeech. Ik denk dat jullie misschien kennen. Het is een afstudeerspeech bij Stanford. En heel interessant is hoe hij heel nederig begint met vleien. En ik wil je vooral je aandacht vragen voor hoe hij de structuur van zijn verhaal aankondigt. Thank you. I'm honored to be with you today for your commencement from one of the finest universities in the world. Truth be told, I never graduated from college, and this is the closest I've ever gotten to a college graduation. Today, I want to tell you 3 stories from my life. That's it. No big deal. Just 3 stories. The first story is about connecting the dots. I dropped out of Reed College after the first 6 months, but then stayed around as a drop-in for another 18 months or so before I really quit. So why'd I drop out? Een prachtig verhaal volgt, maar wat hij doet is om de structuur aan te kondigen, zegt, ja, ik heb 3 verhaaltjes, meer niet. En het eerste gaat over het verbinden van punten. En dan houdt hij een heel mooi verhaal over hoe zijn academische carrière totaal mislukt. Na een paar maanden heeft hij al door dat die studie niks voor hem is. En dan blijft hij een beetje hangen in die studie en dan volgt hij een cursus calligrafie. En pas veel later, na 10 jaar, heeft hij door dat als hij die cursus niet had gevolgd, had Apple niet zoveel mooie lettertypes gehad.
En omdat Word alles altijd kopieert van Apple, had de hele wereld niet zulke mooie lettertypes in de programmatuur gehad. Dat is een heel troostrijke gedachte. Een van zijn mooie verhaaltjes die hij heeft gehouden. We komen straks op hem terug. Ik ga door naar drie belangrijke functies of tips voor je slot. Ook een heel belangrijk punt. Sla je slot nooit over. En wat moet je er dan in doen? De klassieken zeggen al, eigenlijk is het handig om in ieder geval twee en misschien wel drie dingen te doen. Het eerste, niet al te belangrijke punt is, kondig subtiel aan dat het slot begint. Het effect is dat heel veel mensen, vooral na een lange toespraak, nog even denken, oh, even rechtop gaan zitten, want nu gaat er nog iets komen. Dus het is een aandachtstrekker. Dat kan gewoon dames en heren of nog eens een keer hoofden van Lebak zeggen. En dan weten ze, oh ja, nu gaat het gebeuren. Leden van de Staten-Generaal. Aan het eind van de troonrede zegt majesteit dat nog even. Dan ziet iedereen weer, dan wordt zelfs de leider van de PvdA weer wakker. Dan het tweede punt. De recapitulatio. Geef een pakkende samenvatting van je verhaal. Bijvoorbeeld een mooie formulering van je standpunt, noem dat gerust nog een keer, en één of twee van je belangrijkste argumenten. Alsjeblieft niet allemaal nog eens een keer in een saaie opsomming. Dat mag wel in een les, dat is een didactisch middel, maar in een toespraak doe je alleen maar de mooiste argumenten. En het liefst, dat is het derde punt, doe dat op een veelzeggende manier. Kies mooie stijlvormen, kies mooie slotwoorden die een beetje na blijven hangen, die blijven plakken bij het publiek. En ik geef daar toch nog even Steve Jobs het woord met een filmpje. En let vooral op de woorden stay hungry, stay foolish. Dat is waar zijn hele toespraak naartoe gaat. En hij vertelt dat in een verhaaltje, in een anekdote over iets dat hij vroeger zelf heeft meegemaakt. Nu gaat het beginnen, het slot. Slokje water. Max Havelaar met de thee, zag je dat? Het is echt heel belangrijk dat je nadenkt over die rustpunten in het verhaal. When I was young, there was an amazing publication called the Whole Earth Catalog, which was one of the Bibles of my generation. It was created by a fellow named Stuart Brand, not far from here in Menlo Park, and he brought it to life with his poetic touch. This was in the late 60s, before personal computers and desktop publishing, so it was all made with typewriters, scissors, and Polaroid cameras. It was sort of like Google in paperback form 35 years before Google came along. It was idealistic, overflowing with neat tools and great notions. Stuart and his team put out several issues of the Whole Earth Catalog, and then, when it had run its course, they put out a final issue. It was the mid-1970s, and I was your age. On the back cover of their final issue was a photograph of an early morning country road, the kind you might find yourself hitchhiking on if you were so adventurous. Beneath it were the words, stay hungry, stay foolish. It was their farewell message as they signed off. Stay hungry, stay foolish. And I have always wished that for myself. And now, as you graduate to begin anew, I wish that for you. Stay hungry, stay foolish. Thank you all very much.